Nou, we zijn met z'n tienen, dus uh, ik ga maar starten. En iemand die nog invliegt, die, uh, dat zien we dan zo meteen. Um, ik ben Marjan Nijnbanning. Ik werk bij Terra MBO. Ik ben binnen Terra kennismakelaar, ondernemend leraar, kwartiermaker voor voed en ontwerper van leeromgevingen. Ik heb een, scriptie, een eindscriptie gemaakt uh, met betrekking tot mijn uh, Master Learning and Innovating. De impact van een interventie op het reflecteren vermogen van MBO-studenten. En een van die onderdelen zetten we nu nog steeds in, in de opleiding. Um, ik ga jullie meenemen in de opdrachtenfabriek. Bij Terra, uh, Food Life and Innovation, de opleiding uh, voeding voorlichting, werken we voortdurend aan echte opdrachten. En dat doen we in nauwe samenwerking met bedrijven. En dat doen we op twee verschillende manieren. Eén, uh, onze eerstejaars die krijgen, elke vijf, uh, of, die krijgen elke vijf weken uh, de tijd om aan een opdracht te werken. Ik zeg het verkeerd, ze krijgen vijf keer per jaar vijf weken de tijd om aan een opdracht te werken. En, en nadat ze de opdracht hebben opgeleverd, uh, gaan ze reflecteren op de opdracht. Onze tweedejaars die starten met een speeddate in het begin van het jaar met bedrijven en zij uh, gaan vervolgens een bedrijf uitzoeken uh, met wie ze de opdracht willen doen. Dit is zo'n voorbeeld van zo'n opdrachtkaart. Ik laat hem jullie heel even snel zien, maar ik ga daar zo meteen nog even iets meer over vertellen. Uh, hier zie je een van onze eerste opdrachten. Die was van de Jumbo. Uh, de Jumbo hier in Groningen. Uh, valt onder de Maripaa-groep en de Maripaa-groep heeft 15 vestigingen uh, hier in Noord-Nederland en zij hebben een mega berg afval uh, sinaasappels en uh, sinaasappelschillen 675 zakken per jaar en ze hebben onze studenten gevraagd uh, willen jullie eens kijken naar een oplossing. Um, je ziet het al, al het sap wat in de winkels uh, vers geperst wordt in kleine flesjes wordt gestopt dat veroorzaakt dus een enorme berg uh, met sinaasappelschillen. Uh, de, de studenten die zijn uh, uh, in groepjes uit elkaar gegaan en hebben vervolgens allerlei oplossingen bedacht. Dit is één van de oplossingen, een liqueur. En die liqueur hebben studenten ook daadwerkelijk kunnen maken. Die gaan ze binnenkort, want het moest eventjes nog uh, op het vat zitten, gaan ze die ook aanbieden aan uh, de Maripa-groep met uh, de manier waarop ze het hebben opgelost. Uh, we hebben nog een voorbeeld. Uh, dit jaar zijn onze eerstejaars uh, studenten gestart met uh, een veldbonenproject. Er is een veldbonen teelt geweest bij ons op het suikerterrein. Dat is 20 hectare grond in Groningen. En uh, daar werd geteeld voor de voedselbank. En een van de uh, bedrijven die daaraan meewerkt is Toentje. is een sociale onderneming. Die heeft heel veel producten voor de voedselbank. Uh, en, en dit was echt wel een product waarvan ze zeiden. Wat kunnen we hier nou eigenlijk mee? We hebben het wel uh, gezaaid, we hebben het geoogst, maar nu verder. Dus de opdrachtgever Toentje zei: van wat maak je nou eigenlijk van een veldboom? Uh, zorg er voor een aantal prototypes, uh, verpakkingen, maak een flyer enzovoort. Nou, de studenten hebben in vijf weken een aantal resultaten neergezet. En hier zie je drie van die resultaten: een dipsaus. Um, een pasta van veldbonen en een veldbodem. Uh, ik zie zo een vraag, die ga ik zo meteen beantwoorden: van IJsbrand. Hoeveel groepen werken er aan één opdracht? Onze eerstejaars werken allemaal aan dezelfde opdracht. De tweedejaars kiezen een eigen opdracht. En een uh, groepje studenten is ongeveer vier tot vijf personen, meer niet. Um, de tweedejaars die hebben dus inderdaad een speed-date gehad. En uh, een speeddate, dat was in dit geval met 15 uh, bedrijven. Die bedrijven hadden nagedacht over een opdracht. Die hebben zichzelf uh, gepresenteerd. Uh, studenten zijn alle 15 bedrijven bijlangs gegaan. En hebben gekeken welke opdracht spreekt mij heel erg aan. Welk bedrijf. Uh, en wat past er eigenlijk bij me? Nou, hier zie je uh, Anita van de Noord als, uh, van de Stichting de Nieuwe Leefstijl als opdrachtgever. En uh, zij wilden heel graag de voedseljongerenraad in het leven roepen. Daar hebben Femke en Jeline uh, op gereageerd, samen met Leonie. En uh, zij gaven elkaar: ja, het is een hele leuke opdracht. We kunnen daardoor veel netwerken. We komen veel in gesprek met uh, uh, mensen op uh, verschillende niveaus, als bestuurders enzovoort. Dus dat lijkt ons wel een leuke opdracht. Nou, dit zijn even wat voorbeelden van de opdrachten die we doen. Maar hoe doen we dat nou? Um, nou, dat is denk ik wel heel erg interessant. We hebben in ieder geval een aantal tips daarvoor ook neergeschreven. Inventariseer eerst dus de bedrijven in je regio waar je opdrachten vandaan zou willen halen. En zorg er ook voor dat je verschillende type bedrijven hebt. Haal dan vervolgens een vraagstuk op bij het bedrijf en spreek ook met dat bedrijf af hoe lang studenten erover mogen doen. Wij hebben ervoor gekozen om elke vijf weken of elke zes weken aan een nieuwe opdracht te beginnen. Eh, zodat studenten ook een beetje de druk voelen dat iets af moet. Maar het kan best zijn dat een grotere opdracht van ze vraagt om er wat langer mee aan de slag te gaan. En vraag ook door bij bedrijven eh, over de groepsgrootte. Want hoeveel studenten mogen er bijvoorbeeld samenwerken aan zo'n opdracht? Eh, zijn er bezoekmogelijkheden? Eh, wat kan wel? Uh, in de opdracht en wat hoort er absoluut niet bij. Um, en vervolgens uh, gaat dat stukje verhaal van die opdrachtgever bij ons naar de voorwas. Nou, hier zie je die, die opdrachtfabriek. Er zegt dus bovenin komt de opdracht binnen, die gaat naar de voorwas en in die voorwasfase gaan we eigenlijk ook gelijk kijken naar welke werkprocessen horen er eigenlijk allemaal bij deze opdracht. Wat komen we daarin tegen? Uh, hoe moeten wij bijvoorbeeld de AVO-vakken hieraan gaan koppelen? Wat heeft de student daarvoor nodig? Als er een, een verslagje moet komen, moet er misschien wel een Nederlands docent aangekoppeld worden. Als het vraagstuk uh, elementen bevat vanuit de scheikunde, dan moet de Bionas-docent uh, hier aangekoppeld worden. Of wellicht zich er een kostenaspect berekend moet worden, dan pakken we ook een stukje economie erbij. Dan hebben we al die elementen samen gevonden. Dan gaat hij naar de wasmachine en dan heb je eigenlijk een, een, een basis voor je vraagstuk. Dus kort, samengevat. Uh, stap 1 is uit je netwerk een praktijkvraag ophalen. Past het binnen het curriculum? Dan kun je vervolgens de werkprocessen eraan koppelen. Uh, schrijf de vraag ook helemaal uit. Want wat moet er dan opgeleverd worden? En waar moet het antwoord eigenlijk aan voldoen? Wat is de verwachting van het bedrijf over de oplossing? Welke generieke en ondersteunende vakken zijn er voor nodig? En welke beroepskennis moet aangeboden worden om het vraagstuk te kunnen beantwoorden? Formuleer vervolgens de leerdoelen en de werkprocessen. Haha, die vraag ga ik zo uh, invullen. Um, formuleer de leerdoelen en um, ja, dan heb je uiteindelijk de route in grote lijnen klaar. Um, er zegt iemand: Geweldig mee te voor de Voor was: Zijn al de docenten in het wasprogramma enthousiast over de aanpak van de opdrachtenfabriek? Nou, dat is een hele goede vraag. De, de AVO-docent moest hier even aan wennen. Want die heeft natuurlijk een programma wat afgewerkt moet worden. in verband met de instellingsexamens enzovoort. Dus um, dat is natuurlijk best wel belangrijk om die goed te laten aansluiten. 9 van de 10 keer geeft het echter geen enkel probleem en lukt dat heel erg goed. Hoe zorg je ervoor dat ze echt kunnen samenwerken en niet hun eigen stukje doen? Nou, dat betekent dat je aan de opdrachtkaart ook um, wel met elkaar dingen afspreekt over wie gaat welke rol doen. Weerstand hebben we eigenlijk niet mee te maken gehad, want we zijn met een compleet nieuw team hier gestart. Um, die allemaal heel erg enthousiast waren voor um, dit stuk onderwijs en om dat op deze manier uh, vorm te geven. Nou, hier zie je dus die opdrachtkaart nog eventjes terug. Ik pak even gelijk de volgende sheet erbij. En als die opdrachtkaart dan klaar is, dan ga je dat uh, afstemmen met de opdrachtgever. Dus dat betekent dat we die uh, mooi gevormde kaart die jullie net zagen ook uh, bespreken met de opdrachtgever. Klopt dit precies wat we hebben gezien? Uh, is het zo dat. Uh, de vraagstelling er goed op staat. Is de opdrachtgever ook bereid om de opdracht zelf te komen toelichten? Of zou die een rol willen spelen bij de beoordeling? Dat zijn allemaal zaken die we met de opdrachtgever afstemmen. Als dat dan klaar is, um, ja, dan hebben we een afspraak gemaakt met de opdrachtgever om de opdracht te introduceren bij de studenten. Nou, voordat dat gebeurt, krijgen de studenten dus de opdrachtkaart uitgereikt. Kunnen ze alvast even inlezen? waar de opdracht over gaat. En vervolgens um, kunnen ze ook alvast een aantal vragen bedellen, bedenken... die ze misschien zouden willen stellen aan de opdrachtgever. Ik krijg hier nu de vraag van... maken jullie verwachtingen van de opdrachtgever waar? Um, de meeste opdrachtgevers die zijn erg tevreden met het resultaat. Dat betekent uh, in het geval van de veldbonen... Dat de opdrachtgever blij verrast was met de verschillende producten die uh, er gemaakt zijn. En de opdrachtgever was ook bij de beoordeling aanwezig um, en um, die heeft daar ook uh, feedback aan de studenten gegeven wat die eventueel nog miste of wat er nog moest gebeuren. Um, ik Krijg hier nog een vraag: hoe lang duurde voor was? Nou, op zich valt dat uh, uh, wel mee. Uh, soms is een bedrijf uh, uh, heel erg goed in het formuleren van de juiste uh, opdracht. En hebben we niet zoveel extra tijd nodig om uh, die voorwas uh, goed te doen. Uh, soms is de opdracht niet helemaal helder en dan gaan we terug om uh, de vraag uh, uh, te verduidelijken, te verhelderen. En dan uh, ja, lukt dat eigenlijk altijd heel erg goed. Ik check altijd nog wel bij onze docenten hiervan hebben we nog iets nodig, omdat met deze opdracht aan de slag te kunnen gaan. Um, als dat zo is, dan kijken we hoe, hoe we dat kunnen doen en wat er voor nodig is. En als dat niet zo is, dan, dan gaan we gewoon van start. We beoordelen dus met de opdrachtgever, omdat de studenten dan rechtstreeks feedback krijgen van de opdrachtgever. Um, en dat vinden wij heel erg belangrijk dat dat zo gebeurt, omdat het ook de opdracht van uh, uit die opdrachtgever is. En uh, we ze goed willen voorbereiden op dat die presentatie die ze uiteindelijk gaan doen, of het product wat opgeleverd moet worden, wel moet voldoen aan de verwachtingen. Hoe begeleiden jullie leerlingen in deze zelfstandige manier van werken? Hebben ze genoeg kennis? Nou, als ze beginnen hebben ze natuurlijk helemaal nog geen kennis. En die kennis die reiken we ze als docenten wel aan in ons team. Um, dat betekent uh, dat ze bijvoorbeeld, uh, we proberen altijd de opdrachten te koppelen aan het thema waarover ze les krijgen in veldbonen, ging in dit geval over uh, allerlei type granen en een veldbonen als een alternatief op granen. Uh, om te gebruiken, bijvoorbeeld uh, voor uh, andere, andere uh, dingen dan normaal gesproken het geval is. En, uh, dus, ze, ze, ze krijgen tegelijkertijd een stuk les daarover aangereikt. Maar ze gaan ook gelijk kijken naar alternatieven. Uh, daarnaast hebben we één dag in de week uh, met studenten op het suikerterrein. om te kunnen experimenteren, waarmee ze zelf aan de slag kunnen. Ze krijgen dan ook uh, bijvoorbeeld het veldbonenmeel zelf in handen. en gaan daar gewoon mee aan de slag. Ze zoeken informatie op, ze kijken hoe het verwerkt kan worden. ze nemen contact op met andere bedrijven. Um, en op die manier proberen ze dat dus uh, uit. Um, nadat het beoordeeld is, gaan wij met studenten reflecteren. En daarvoor gebruiken we een reflectietool. Die reflectietool die ziet er zo uit en het heet waarstaaijnu.nl. En die reflectietool die behandelt eigenlijk vier domeinen: de persoonlijke profilering van de student, uh, het inzetten van lean en creatief. Digitale vaardigheden van de student en inspelen op innovaties. De student die, uh, doorloopt al die vier domeinen. Vervolgens uh, is hij daarmee klaar en gaat hij het rapport downloaden in zijn portfolio. En maakt een afspraak met de begeleidende docent om een reflectiegesprek te voeren. Nou, die student die krijgt dus een viertal vragen, dus opgebouwd uit een uh, rubriek. <coughs> die vult aan uh, daar hoe hij dat heeft gedaan. Eén domein bevat ongeveer die bevat zes vragen. En um, dat betekent dus dat we vier keer zes, 24 keer een antwoord krijgen van een student met betrekking tot die bewuste casus waar ze aan gewerkt hebben. En hier gaat het ook heel erg over uh, hoe heb jij gefunctioneerd in jouw groep? Wat was jouw taak? Wat was jouw rol daarin? Ben je tevreden over jouw rol die je hebt gehad? Uh, wat zou je voor de volgende keer anders willen ontwikkelen? En uh, op welke manier uh, wil je een volgend project gaan doen? Ik krijg je hier nog een vraag even tussendoor over hoe ziet een week voor de studenten uit? Studenten gaan bij ons vier dagen in de week naar school. Ze hebben les van negen tot kwart voor vier. Eén dag in de week zijn ze op stage. Ze hebben een aantal uren voeding in de week. Uh, daarnaast de burgerschap, LOB, uh, rekenen, Nederlands, Engels. Dus, eigenlijk, wat de, de meeste van jullie ook uh, aanbieden. Maar het is allemaal wel integraal aan het thema waar zij mee aan het werk zijn. Um, ik zie nog een vraag, ga ik ook even beantwoorden. Wat gebeurt er in het verhaal van het Toentje nadat ze aanbevelingen zijn gegeven? Komt er dan nog een vervolg of is het voorbij? Nou, in dit geval is het niet voorbij, want er is besloten door Toentje om de producten die de studenten hebben bedacht ook daadwerkelijk te aanbieden. Uh, in, de voedsel, in, de voedsel, uh, of in de menus van het Toentje. Het uh, Toentje heeft ook nog een, uh, een sociaal restaurant. En zij gaan dus in het sociale restaurant, uh, wat nu even niet kan, maar waar ze wel afhaal menus hebben. Uh, gaan ze dus uh, de veldbodempasta uh, produceren en uh, laten uh, proeven door het publiek. Ze gaan de, de veldbodem, de pizzabodem, die gaan ze erin stoppen. En de veldbonendip, die gaan ze daar ook aan toevoegen. Dus het betekent dat Toentje in dit geval uh, echt aan de slag gaat met de producten die de studenten hebben ontwikkeld. Aan welke thema's werken studenten is nog een vraag. Nou, het zijn er echt heel erg veel. Daar wil ik op dit moment even niet te veel uh, op ingaan, omdat ik nog even een ander stukje erbij wil vertellen. En nadat de studenten dus die reflectietool hebben ingevuld, wordt het gesprek gevoerd met de student. Um, de student die, um, maakt van dat gesprek zelfstandig een samenvatting, waar de kern van het gesprek in staat, en die geeft vervolgens aan uh, wat zijn ontwikkelpunten zijn voor de volgende opdracht. Dat slaat hij op in zijn portfolio. En dan kan hij dus aan de volgende opdracht beginnen. En dan begint de cyclus weer opnieuw. Dus dan werken we weer uh, met de studenten aan een nieuwe opdracht. Uh, die introduceren we weer met behulp van uh, een bedrijf. Uh, die komt de opdracht toelichten, de studenten werken eraan en vervolgens gaan zij uh, dan aan de slag met het experiment. Over welk niveau MBO-opleiding spreken we hier? Dit is bij ons alleen maar niveau 4. Dus wij werken alleen met niveau 4 in voeding en voorlichting. Um... Nou ja, ik, kan, ik zit even te denken of het misschien handig is om jullie ook de gelegenheid te stellen: even wat vragen te stellen via de microfoon. Maar dan moet ik even zoeken waar ik dat makkelijk kan doen. Even checken hoor, of dat zo lukt. Nou, dat zie ik zo even niet gebeuren. Uh, hoe ervaren de studenten deze projecten zelf? Uh, we hebben gemerkt dat studenten het fijn vinden om op deze manier met projecten te werken. Wat we geleerd hebben het vorige jaar is dat we een aantal projecten hadden rondom voedselverspilling. Nou, na twee, drie projecten zijn ze het wel heel erg zat. Dan hebben ze echt wel behoefte aan een ander type project. Vandaar ook mijn opmerking in het begin: uh, zorg er in ieder geval voor dat je verschillende type opdrachten hebt. Uh, want anders vinden de studenten dat op een gegeven moment niet leuk. Ze willen namelijk uh, ontzettend graag leren. En ze vinden het dus ook heel erg fijn als er dan verschillende soorten opdrachten zijn. Dus niet alleen maar over verspilling, eh, hoewel dat natuurlijk een ontzettend belangrijk eh, onderwerp is. Eh, maar ze vinden het ook leuk om gewoon met andere zaken bezig te zijn. Hé hey Marjan, ik grijp heel even in, want ik begreep ja. dat jij net wat mensen uh, broadcastrechten wilde geven om ze te laten ja. spreken. Hè? <laughs> dat, dat, lijkt me, dat vind ik, ik fijn, dat is wel fijn om even uh, te doen, denk ik. Dus wie uh, wilde je aan het woord laten? Nou, ik dacht misschien uh, zijn mensen wel uh, zo handig om gewoon uh, één voor één een vraag te stellen, dat we ze allemaal recht geven. Kan ik niet tegelijk allemaal recht te geven? Daarvoor is de groep te groot. Oké. Okay. Nog... Um, even kijken. Misschien zit. Uh, oh, daar zit maar. Richard. Die stelt de vraag. Verschillende opdrachten zijn ook verschillende manieren van beoordelen of er is een format voor wat overal bruikbaar is. Uh, Richard, kan je daar nog iets meer over zeggen? Richard staat nu open. Richard? Nou, dan ga ik proberen het op een andere manier. Um, de, wij hebben gekozen voor het systeem van uh, triangulatie. Dat wil zeggen dat wij beoordelen samen met de opdrachtgever. De docent beoordeelt of uh, uh, aan de eisen van de opdracht is voldaan. En daarna gaat de student reflectie uitvoeren op zijn onderdeel. Van hoe heb ik het eigenlijk zelf gedaan? Dus. Um, Daarbij kunnen ze een, een voldoende of een, een, een goed of een onvoldoende halen. Um, het kan ook niet herkans worden. Dus we kijken daar echt op deze manier naar. En dat doen we eigenlijk met al die opdrachten. Andere uh, zaken die getoetst worden, dat gebeurt dan weer tijdens de voedingslessen. Maar de projecten worden echt op deze manier uh, getoetst. Um, IJsbrand vraagt nog: zijn er voldoende diverse opdrachten? Ja, die zijn er. Uh, eigenlijk krijgen we op dit moment uh, bijna wekelijks wel een opdracht uh, toegestuurd. En moeten we echt een selectie maken van wat we uh, de studenten voorleggen. We kijken altijd wel van of het past binnen het curriculum. Welke online tools en formats gebruiken jullie? Is hier nog een vraag. Wij uh, werken met uh, een instrument uh, als het gaat over reflecteren, wat we zelf ontwikkeld hebben. Dat heet uh, Waarsta je nu.nl. Dat is een uh, tool die eigenlijk door iedereen gewoon gebruikt kan worden. Uh, daar kunnen studenten mee reflecteren op het moment um, dat de studenten dit invullen. En ze verlaten het portaal, zijn hun gegevens ook weg. Dus um, het verdoelt in die zin ook heel erg aan de privacy. De studenten moeten er gewoon echt om denken dat zij uh, zelf. Um, de materialen downloaden in hun portfolio stoppen. Uh, en voor de rest uh, gebruiken wij formats die we zelf hebben ontworpen. Dus uh, ook de opdrachtkaart, zoals die gemaakt is, die hebben we zelf ontwikkeld. Even kijken. Nog meer vragen. Hebben jullie nog meer vragen? Ik zie dat Richard niet via de microfoon kan. Helemaal duidelijk. Als een student het project niet voldoende afrondt, hoe ga je hier dan mee verder? Um, nou, het is zo dat studenten bijna altijd in een groepje samenwerken. En um, het is nog niet voorgekomen dat de opdracht heel erg slecht was uh, afgerond. Uh, we hebben één keer meegemaakt dat, um, dat er een verbetervoorstel is gedaan in de presentatie van de student. Dat heeft de opdrachtgever aangegeven. Die uh, heeft er ook van feedback voorzien tijdens de afronding. Van, nou, ik had verwacht dat jullie een andere presentatie uh, hadden gekozen en uh, gehoopt dat jullie wat meer in de presentatie nog hadden verwerkt. En uh, die heeft ook de student gewoon de opdracht gegeven om die presentatie te verbeteren en binnen een week door te sturen. En, uh, en dat is ook gebeurd. En dan kan de opdracht ook als voldoende uh, afgerond worden. De vraag: hoe lang werken jullie al zo met deze projecten? Nou, daar zijn we nu anderhalf jaar mee bezig. Vorig jaar zijn we gestop, uh, gestart met de opleiding voeding en voorlichting binnen Terra. Daarvoor hadden we het niet. Uh, dus we zijn vanaf dag één uh, gestart met deze manier van werken. En uh, de tweedejaars die werken helemaal volledig aan een eigen project, kiezen zelf daar uh, hun opdracht uit. En uh, vervolgens gaan zij uh, uh, met die opdracht en de opdrachtgever aan de slag. En dat zijn twee of drie studenten, soms die aan een groep, uh, in een groepje werken, of soms zijn er vier studenten die aan het groepje werken. Dus dat, uh, dat gaat op die manier. Is er binnen een groepje ruimte voor individuele beoordeling? Nou, in dit geval is dat niet zo. Dat doen we uh, in de rest van het, uh, van het onderwijs wel, maar niet als we werken aan projecten. Zit er ook een peer review in? Dat hebben we nu nog niet ingebouwd. Dat gaan we volgend jaar doen. Want er zijn ook al ideeën. Wat gaan jullie volgend jaar doen? We gaan volgend jaar ook weer werken met, uh, met opdrachten van opdrachtgevers. Waarbij studenten zelf mogen kiezen. En daarnaast gaan we ook aan de slag met uh, de peer coaching vanuit het HBO. Om studenten ook uh, wat vaker mee naar het HBO te nemen. Um, dat hebben we nog niet helemaal vormgeven, daar zijn we nu mee bezig. Maar uh, in ieder geval gaan we ook voor volgend jaar weer werken met, uh, met projecten van opdrachtgevers. En die projecten die zijn wat groter, die zijn ook veel wat omvattender. Um, daar zit ook veel meer van het profiel van de opleiding in. Um, dus wat dat betreft komen ze daar ook met andere competenties in aanraking. Um, ik merk dat de tijd bijna op is. We hebben nog uh, een klein minuutje. Er uh, is nog één brandende vraag, dan ga ik die nog snel beantwoorden. En anders dan uh, wilde ik eigenlijk de sessie gaan afronden. Geen brandende vraag meer. Zitten de keuzedelen ook in deze projecten? Um, we hebben uh, dat op een andere manier vormgegeven. Dat doen we eigenlijk. Uh, uh, niet op deze manier met de keuzedelen. Uh, de keuzedelen die, uh, die hebben wel weer raakvlakken, maar uh, niet zozeer direct aan deze opdrachten gekoppeld. Ik hoop dat dat een antwoord was op je vraag, Liesbeth. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor uh, de aanwezigheid en uh, ik uh, stap zo ook zelf terug naar de lobby. Dus uh, tot ziens.